Ik ben Elias Amouchi. Ik kom uit Amersfoort. Ik ga een debuut maken bij Glory. Ik heb hard voor deze wedstrijd gedraaid en ik heb er veel zin in. Elias is een respectvolle jongen. Het is een jongen die altijd behulpzaam is. Het is een jongen die zich ook vaak wegcijfert voor anderen. In de zin van, hij is nooit te beroerd om iemand te helpen of iets voor iemand te doen. En ik gun het hem ook heel erg. Vooral, hij heeft een mooie persoonlijkheid. Ik heb ongeveer 40 wedstrijden gedraaid. Ik heb 2 Europese titel gehaald. Ik heb best wel overal gevochten, overal door de hele wereld. Ik heb bij Infusion gevochten, ik heb in Italië gevochten, ik heb toernooien gevochten. Ik heb zoveel ervaring gehad. Ik ben nu wel 3 jaar ben ik er nou tussenuit. Ik ga nu een debuut maken. Ja, genoeg ervaring. Ilias Amouchi traint nu bij mij denk ik rond 5 jaar. Het is een jongen die al wat bij organisaties al aardig wat wedstrijden heeft gedraaid, zoals Infusion. Hij heeft in buitenland wedstrijden gedraaid, bij WFL heeft hij gedraaid. Ja, toen kwam corona, in die tijd heeft hij stond eigenlijk alles een beetje stil. De enige jongens die in die tijd een beetje konden draaien, dat waren de jongens die een beetje bij grote organisaties die nog wel organiseerden. Dus hij heeft een tijdje stilgestaan, maar het is wel een talentvolle jongen. Een jongen die komt op de knokken, technische jongen. Alleen ja, Fort Glory is een beetje een laatbloeier. Hij is 32. Maar ja, ik denk dat dit nu zijn tijd is, zijn moment om te laten zien wat hij in petto heeft. Ik ben een druk baasje. Ik run ongeveer 8 bedrijven, 9 bedrijven. Succesvolle bedrijven. Bedrijven waarin ik veel medewerkers onder me heb. Heel veel verschillende bedrijven. Zoals vastgoedbedrijf, merkkleding, een zorgbedrijf, noem maar op. Dus dat doe ik naast mijn sport. Ik geloof in als jij gedisciplineerd bent en je hebt gewoon doelen, dat je het gewoon kan halen. Je hebt heel veel vechters die zeggen, ja nee luister, je kan niet werken en je kan niet focussen op trainen en werken. Ik geloof daar wel in. Dat heb ik nu bewezen. Voor het geld hoeft hij het niet te doen, dat sowieso niet. Alleen hij heeft gewoon een droom, weet je. Hij heeft voor zichzelf een bucketlist, weet je, de dingen die hij wil doen. Ja, en hij wil zijn ouders ook echt trots maken, hij wil iets achterlaten, hij doet ook heel veel in de zorg. Best wel een functie waar heel veel mensen hem eigenlijk naar hem op kijken. Dus ik denk dat om hier uit te blinken ook een hele mooie platform voor hem is om te laten zien van hey, luister, kijk, ik weet niet hoeveel ondernemingen hij heeft, maar ik kan ook op dit gebied succesvol zijn. Dus ik denk voor hem wel een hele mooie kans. Kijk, het was altijd mijn droom geweest om op zo'n grote platform te staan. En ik heb heel veel dromen gehad natuurlijk als een jonge kerel. Ik heb heel veel dromen heb ik ook behaald. En dit was wel een van mijn laatste dromen om te presteren bij Glory. Dat ga ik nu bewijzen. Ik kijk heel erg hoe het is gemeten als jongens die een beetje zijn klasse zijn. Kijk, Hamisha, Mark Trijsburg, Marwan Tuto, Jason Wilnes. Dat zijn de jongens waar hij het zich echt moet meten. Want het zijn een beetje jongens die in zijn gewichtsklasse zitten. Hij kan zich heel goed houden tussen de jongens, dus ik denk dat hij wel iets kan doen in deze divisie. Ik ben een technische vechter, een vechter die echt een show geeft, maar ook geduld is, kijkt, analyseert. Goeie trappen, goede knieën, goede stoten. Het is een drukkende jongen. Het is echt een drukkende jongen. Hij komt om te vechten. Het is niet een jongen die het gevecht ontwijkt. Dus ik denk dat je een jongen gaat zien die echt wel komt om te knokken. Deze partij is heel belangrijk voor mij. Kijk, voor mij is het ook nu of nooit. Ik maak nu een debuut en ik wil gewoon goed binnen Glory binnenkomen. Het betekent gewoon heel veel voor mij. Echt waar. Het betekent gewoon... geen beschrijving. Gewoon zoveel zin heb ik. Echt waar. Het is gewoon echt...